Ik ben Bouke Geersing, voormalig beroepsofficier, jurist, historicus en ik studeer nu al 10 jaar op deze geschiedenis van Nederlands-Indië. Wat was uw reactie toen u de uitslagen kreeg, de ogen van het rapport en de excuses van Mark Rutte vervolgens? Het rapport is geschiedsvervalsing, omdat het een conclusie formuleert die wetenschappelijk niet is onderbouwd. Men gaat uit van een heel vaag begrip waarmee je alle kanten op kunt. En de verklaring, dat is dus dat er structureel excessief geweld zou zijn gebruikt. En de 4 verklaringsgronden voor die conclusie zijn niet wetenschappelijk houdbaar. Er wordt uitgegaan van een onderschatting van de kant van de Nederlandse krijgsmacht en de politiek. Mijn onderzoek levert die conclusie niet op. Dat wederzijds geweld tot meer geweld aan de Nederlandse kant leidt, tot extreem geweld, terwijl het reactief geweld is, is ook geen voldoende argument. Dat er straffeloosheid zou zijn, is feitelijk onjuist. Nederland had een handhavingsorganisatie, aan de kant van Java en Sumatra ontbrak die organisatie. En dat de Nederlandse krijgsmacht fysiek en qua manschap en zee niet in staat zou zijn om een contra-guerrilla te voeren, is feitelijk onjuist gebleken. De Nederlandse krijgsmacht was conventioneel superieur aan de strijdkrachten van Java en Sumatra. En die liet een steile leercurve zien als het gaat over contra-guerrilla. Dat betekent dus dat ik ben ernstig teleurgesteld over een conclusie die op vage begrip is gebaseerd. Dat kan in de wetenschap niet, ook niet in de historiografie. En de argumentatie die eronder ligt deugt niet. Een andere teleurstelling die ik heb is deze. Het onderzoek gaat van een onjuiste historische context uit. Er bestond helemaal niet een onafhankelijke republiek Indonesië. Na de proclamatie was er chaos, misdaad, onderwereld, etc. Dus, en dan suggereren dat Nederland 4 jaar oorlog voert tegen een staat die niet bestaat. Dat gaat dus aanzienlijk te ver. En mijn derde opmerking is, als minister-president Rutte, die moet vaststellen dat dit onderzoek niet voldoet aan zijn eigen opdracht, dat hij excuus aanbiedt voordat hij een rapport heeft kunnen laten bestuderen, dat gaat echt te ver. U pleit, als ik dat goed begrijp, pleit u voor een onderzoek die breder wordt? Ik pleit ervoor dat het onderzoek op wetenschappelijke gronden wordt gecontroleerd om tot stand te komen een brede, algemene analyse van alle partijen, niet alleen van Nederland, maar ook van de Javaanse, Sumatraanse en alle partijen, ook de internationale partijen. Dat ontbreekt nu, want de focus, zoals het heet, is gericht op het Nederlandse geweld. En als je één kant op kijkt, dan verwaarloos je de andere kant. Ik heb vastgesteld dat in dit onderzoek bijvoorbeeld de tegenpartij, of tegenpartijen, die worden niet geanalyseerd. Dat betekent dat eigenlijk het rapport het verslag is van, zeg eens, een voetbalwedstrijd, waarbij je maar op één partij je concentreert en de andere partij buiten de discussie laat. Dat is wetenschappelijk eigenlijk onaanvaardbaar. En daardoor ontstaat een gewrongen, onjuiste situatie die ik aanduid heel eenvoudig als geschiedsvervalsing.